Ijsje was. Een nieuw deel. En bij mij is het een nieuw boekje, een oranje boekje. Maar bij jou is het gewoon in je dikke boek een volgend hoofdstuk, hè? Maar er staat wel de wraak van erge Ellie en nare Nelly. En weet je eigenlijk wat wraak is? Dat is niet zo mooi hoor. Wraak is als je heel lang boos blijft op wat iemand heeft gedaan en dat je iets terug wil doen. En wat zullen erg Ellie en Nare Nelly terug gaan doen? Waarom zouden ze wraak hebben? Zou het toch een verdiende loon? Nou ja, dat zijn nog geen vragen. De vragen komen tussendoor dit keer. Goed opletten. Deur op slot. Er rijdt een zwarte auto door de stad. Voor de auto rijdt een motor. Op die motor zit een agent. Achter die auto rijdt nog een agent. En langs de weg staan veel kinderen. Bas en Lot en Tom, nou ja, de hele buurt. Ze joelen als de auto voorbij komt. Weg met Ellie en Nelly! De auto rijdt een smalle straat in. Daar stopt hij. De agenten stoppen ook. De deur van de auto gaat open en twee meisjes stappen uit. Twee kleine blonde meisjes. Ze hebben roze jurkjes aan en ze hebben strikken in hun haar. Ga naar binnen, zegt een agent. En morgen op tijd klaarstaan. De meisjes gaan een huis in. De auto rijdt weg. En de agenten ook. Hé, waar zijn die er, Ellie en Nelly? Heb je het al door? Kijk eens even op het plaatje. Zie je het? En je zit tralies voor een raam in de gevangenis. Baba! Kwaad lopen Ellie en Nelly door de gang. Ah, daar zijn jullie, zegt moeder. Was het fijn op school? Ga maar vlug naar je kamer. Grommend doen de meisjes wat ze zegt. Ze gaan hun kamer in en de deur valt dicht. Meteen dicht. Op de gang doet de moeder hem op slot. Maak jullie huiswerk maar, roept ze. Ellie en Nelly smijten hun tas neer. Weet je wat smijten is? Zo heel hard gooien. Ja. En met een zucht gaat de tweeling zitten. Dat was het dan weer. Ze zijn weer naar school geweest. Elke dag gaan ze daar met de auto heen. En altijd is er politie bij. En na schooltijd moeten ze meteen naar hun kamer. Elke dag. Ellie staat op van haar bed. Ze loopt door naar het raam. Door de tralies kijkt ze naar buiten. Rot school, zegt ze. Rot juf, zegt Nelly. Rot iedereen, zegt Ellie. Waarom is dat zo? Waarom gaat de politie mee naar school? Waarom sluit de moeder ze op? Weet je het nog, Sjewas? Het was niet altijd zo, hoor. Vroeger was alles anders. Toen liepen Ellie en Nelly vrij rond. Maar ze waren de schrik van de buurt. Ze sloegen en schopten. Ze pikten geld en snoep. Wat was die tweeling gemeen en vals. Ieder kind was doodsbang voor ze. Vooral Bas, Lot en Tom. Zij werden het vaakst gepest. Daarom kwam de politie. En daarom mogen Ellie en Nelly nooit meer op straat. Alleen op straat. Zelf zijn ze er woedend om. Maar de buurt, de hele buurt, viert feest.